Welkom dames en heren bij No Limits aflevering 24 alweer. Het gaat echt zoals een achtbaan om zo te zeggen, zo snel. Het ging even niet zoals het moest. Mapje 24 alweer. We hebben weer drie coasters om te beoordelen. Dus Superwood, Tempest en The Beast. En bij The Beast staat een beschrijvingje, dat zullen we straks wel geven. Maar uiteraard beginnen we met Superwood zo dadelijk na de mooie intro. We gaan niet te lang meer doorpraten en gewoon beginnen met het laden van Superwood. En Superwood is aan het laden voor het laatst starting up. En aan de naam te horen, gok ik inderdaad nog een houten achtbaan. We zitten in een witte achtbaan. Witte ondersteuningen, de karretjes zijn blauw met wit. De baan, alles in de baan is wit. Ofwel is dat expres gedaan, ofwel is er gewoon geen kleur aan toegevoegd. We gaan nu al met ongeveer 20 km per uur naar de optakeling. We haken in de ketting waar we met 15 km per uur omhoog getrokken worden. Ik zie hier een looping. What the fuck? Een looping in een houten achtbaan. Oké, ik zie daar een ander kleur treintje staan. Daar zo bij mijn muis. Ik weet niet of jullie mijn muis kunnen zien. Ik hoop het wel. Ik ga even doorspoelen. En we zijn boven aan de opdaging van Superwood. Ik ben benieuwd naar deze achtbaan. We hebben nu al onmiddellijk een stukje remmen. Geen idee waarom. Ze doen nog helemaal niks, die remmen. We storten eronder met ongeveer, even kijken, 80, 83 km per uur. We gaan nog harder zelfs, 118 km per uur. Lekkere speed. Heel vloeiende coaster. Zeker weten. Ja, die remmen die zitten op zijn plaats. Minder de speed, anders gaan we echt per totaal qua snelheid en dat is ook niet de bedoeling. Weer een nieuwe drop. Ongeveer rond de 100 km per uur, 99. Het is eigenlijk een heel snelle achtbaan jongens. Wij waren ook op volle capaciteit, ik zag net een treintje omhoog gaan. Capaciteit is echt super. Dus in het echt, ja, dit is een heel prima achtbaan. We gaan door een tunneltje. Dan word ik echt met je speed gespeeld, hè jongens. Maar dit is echt een, ja, op zich is het een prima coaster al. Geen probleem, dit is echt een super coaster. In mijn ogen dan. Misschien wat aan de thematisatie kunnen doen met boompjes of zo. Die zijn er niet, hier is die looping, dames en heren. Een houten achtbaan met een looping. Ik heb het nog nooit gezien in het echt. Ik weet niet als het bestaat, het kan. Dat weet ik dus eigenlijk allemaal niet. Ik denk dat we bijna het einde zijn, ja waardoor. We schieten in de remmetjes van Superwood. Ik weet niet of ze nog wat aan zitten komen, nee. We gaan hier de bocht om, onder de grote constructies. En we komen aan in het station van de Superwood. Dit gaan we al wegdoen. Even eroverheen kijken. Een, ja, heel erg leuke achtbaan. Hier is dus die looping. Je ziet die looping is niet groot. Het is een kleine looping. Ten opzichte van de bochten die erover gaan, die zijn wel heel groot. De optakeling, hij is best hoog. Het is een redelijk hoge achtbaan, moet ik zeggen. En hij is, ja, redelijk weer ingebouwd. Een heel grote constructie over nodig voor deze hoogte. Hij is dus één rechte lijn gebouwd eigenlijk, om zo te zeggen. Maar qua speed, jongens, dit was eigenlijk een prachtig juweeltje qua speed. Misschien jammer dat de kleur allemaal wit was. Had misschien wat aan gedaan kunnen worden, dat vind ik jammer. Maar op zich is het voor de rest een prima achtbaan. Supergoed. De volgende achtbaan van deze aflevering, dat is Tempest, dat is de tweede achtbaan. En de Tempest is aan het laden voor de laatste keer. Ik ben benieuwd, we krijgen een hangende achtbaan. Het platform zakt af. En een hangende achtbaan is best lang geleden dat we dat nog gezien hebben in No Limits. Ik haal de speed er weer bij. Zo, die skippen wel eventjes. Op plus 4. Van maal 4. De optakeling gebeurt met een zo, ja, 10 km per uur. We zijn boven aangekomen bij deze zwart met rode achtbaan. Ik ben benieuwd of deze over de kop gaat. Ja, wel hoor, nu al onmiddellijk. We storten de eerste drop naar onder. De G-force kwam het in het rood, maar 7 G's dat je echt misselijk en zo wordt.
Dus ja, dat is toch allemaal niet. En ja, het is natuurlijk bij een looping altijd dat de GeForce altijd in het rood komt. We gaan niet over de kop. Ik dacht van wel dat we een kurktrek hadden. Maar dit is al een heerlijk leuke achtbaan ook. Een hangende achtbaan, lang geleden denk ik toch ook. Nieuwe looping. Speed blijft er mooi in. We gaan niet over de kop. Ja, we hingen wel een tijdje op de kop, maar we gingen niet echt over de kop. We gingen door een ondersteuningspaal. Jammer. Nu gaan we wel over de kop. En we blijven over onze kop. Dat is een beetje raar. We zijn heel kort langs de ondersteuningspalen. We maken nog een bochtje. Ik weet niet hoe lang dit allemaal duurt. Ik zie hier. Ik denk dat, dat dit het einde is. Ja, dit is het einde van deze achtbaan. Het einde van de Tempest. Hoeveel treintjes heeft deze achtbaan? Gewoon even twee. Twee treintjes met... Oh, dit is zo'n achtbaan gelijk. De Black Mamba van Thailand heeft dezelfde hoeveelheid dingen. En het is waarschijnlijk dus ook hetzelfde baantype als de Black Mamba uit Thailand. Dat is nu een achtbaan die mij ten eerste te binnen schiet. Met dezelfde baantype en hoeveelheid karretjes. Daar gaat hij in de verte. Thematisatie is ook minder, er is dus gewoon niks. Nu, bij de vorige was het ook niks, dus dat speelt gelijk een rol. En de baan is heel soepel gemaakt, zeer soepel gemaakt. Ik vond die vorige achtbaan ook heel erg leuk. Het is echt een twijfel momentje. Maar we moeten nog één achtbaan doen, dames en heren. De laatste achtbaan voor deze dag is The Beast. En daar staat bij In This Park You Will Be Fine een kurkentrekker coaster The Beast. De achtbaan heeft 6 inversion, 2 loopings, 1 cobra roll. En 2 kurkentrekkers. Dat zijn maar 5 dingetjes. Er zal nog wel iets bij zijn. Ja. Een cobra roll, 2 kurkentrekkers en een looping. Dat is wat The Beast inhoudt. We zien het zo dadelijk. En we gaan de laatste achtbaan doen van aflevering 24. The Beast. Ik ben heel benieuwd. Wat is dit dan? Wat is dit dan? Nee, we gaan... achteruit. Is dit serieus de bedoeling of is dit gewoon een fout van de maker? What the fuck? Is dit serieus de bedoeling of is dit gewoon het regenen? Maar is dit een fout van de maker? Of is dit gewoon echt de bedoeling? Dat we achteruit in een achtbaan gaan. Ik moet even kijken, ik zie echt niks hè. Dat is zo irritant. Ik ga niet doorspoelen. Want ik zie dat de kaartjes nu buigen, dus ik denk dat we bijna boven zijn. Ja. Oh, dat ging wel heel snel. GeForce kwam in het rood. Er gaat een paal door de baan. Dat is de eerste looping. Dit klopt. Dat is looping nummer 2. Dat klopt ook. Dat was van 2 loopings. Ja, 2 loopings zei hij in de beschrijving. Een heel scherpe bocht. GeForce kwam ferm in het rood. Worden zelfs nog opgetakeld, anders haalt hij het gewoon niet. Wauw, dit is wel heel apart. Ik denk nog niet dat dit de bedoeling is dat je achteruit gaat. Oh my god, wat een kniks. Jongens, dit is toch echt... Oh, wat loopt daar? What the fuck? Er vliegt gewoon een stuk pad en een dikke knik. Oh man, dat zie je daar gewoon. Weer wieletjes om op te... Dit is toch niet... Wat? Ik dacht dat dit een heel vette achtbaan ging worden. Eigenlijk is dit gewoon een heel slechte achtbaan in mijn ogen. Vergelijk je met achtbaan 1 en 2? Nee jongens, vergelijk je met achtbaan 1 en 2 is dit gewoon een knikbaan. Wat is dit? Allemaal kniks en de GeForce rood. Veel scherpe bochten, niet goed uitgewerkt. Niet gesmooth, denk ik. Allemaal niet gesmooth. Kijk dan. En ik sta maar stil. Ik denk dat we aan het einde zijn. Jongens, dit vond ik echt, ik had hier heel veel goede dingen in. Ik dacht dat het een super arm ging worden, maar in mijn ogen is het een dikke flop. Echt, in mijn ogen is het een heel slechte achtbaan. In vergelijking met achtbaan 1 en 2 is het een slechte achtbaan. Sorry. Maar kijk, dit is een knik. Bij die kurkentrekker zitten kniks, jongen. Kijk, dit met heel schuin. Daar, kijk, komt er een karretje? Kijk. Dat is ook niet, dat is ook slecht. Die wieletjes. Kijk, wat een knik. Let op, komt het karretje. Ja, nu zie ik misschien niet echt goed, maar er zit wel degelijk een knik in. Hier is het ook wel heel duidelijk, dat er een knik in zit.
Dat kan gewoon niet, jongens. Oké, ik vind dit gewoon de slechtste achtbaan die we gehad hebben in deze aflevering. Punt uit. Kijk dan ook dat einde. Die einddingen. Dat is geen fatsoenlijke spiraal. Sorry, maar dit vind ik de slechtste achtbaan van de drie. Echt, dit vind ik echt een slechte achtbaan. Sorry, maar dat is gewoon mijn mening. De winnaar van deze aflevering is supergoed. Waarom? Een super vette houten achtbaan. Ten best was ook een heel erg leuke, maar de B sowieso op de laatste plaats gegarandeerd. Dat vond ik echt een slechte achtbaan. Ik dacht dat het een heel vet achtbaan geworden, maar ik vond het zelf een slechte achtbaan. Supergoed, het was heel mooi, smooth. Misschien jammer van de witte kleuren, maar daar trek ik me even niks van aan. Ten best dat ging, maar daar kon nog wel wat verbetering aan. Dan vond ik met supergoed, vond ik dat gewoon de beste achtbaan. Jullie mogen jullie eigen mening, beter gezegd, ook achterlaten in de comments. En tegen jullie zeg ik hartelijk dank voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van No Limits 2. En vergeet zeker geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Volg me ook op Twitter, Instagram en Facebook. Alles staat in de beschrijving. En dames en heren, dank voor het kijken. En tot de volgende video. Later!